totaal hebben we al 3000 testkilometer gedaan, 2000 in België en 1000 in Australië. De eerste enkele kilometers hebben we op MKT, vliegveld, gedaan. We zitten op een lokaal vliegveldje eigenlijk, vlakbij Darwin. We hebben een radio mee. En als een vliegtuig hier wilt landen, zeggen die door de radio dat ze gaan landen en ook in welke richting. En dan hebben we eigenlijk 2 minuten om de landingsbaan vrij te maken, zodat het vliegtuig hier kan landen. We hebben vandaag voor de eerste keer met ons racepaneel gereden. We hebben dit gedaan op Cooks Road, dat is eigenlijk een openbare weg van 60 kilometer, doorheen de Australische Outback al, waar we eigenlijk op kunnen testen. Er staat een gigantische paal op die wagen. Dat is om het weer te kunnen meten van bovenaf, namelijk een weerstation. Op het einde van de testdag werden we tegengehouden door de politie. En ik moest als piloot een alcoholcontrole doen. Maar aller geluk heb ik negatief geblazen. All good. Hey! Op deze baan komen heel wat teams testen. Zo zijn we onze noordere buren van Twente en Eindhoven tegengekomen, onze andere buren van Aken en ook nog van veel verder in Minnesota. Zo'n testdag duurt maar tot 6 uur en dan moeten we eigenlijk op de parking de auto terug klaarmaken om terug te vervoeren naar onze werkplaats.